Het is nu 9 uur in de ochtend. Het is al hartstikke lekker weer. En we wachten op de schoonmaakploeg die elk ogenblik kan komen. Dus gauw die we weg zijn, gaan we een lekker eitje pakken. En heerlijk ontbijten. Vandaag gaan wij op safari. Daarvoor gaan we naar het welgevonden Game Reserve. De safari duurt ongeveer 5 uur en we hopen de Big Five te zien. Het is nog vroeg in de ochtend en nog behoorlijk koud. Het park is ruim 100.000 hectare groot en heeft een overvloed aan wild. Onze gids weet niet alleen veel over de dieren in het park, maar ook veel over de planten en de bomen. Enthousiast vertelt hij over het gebruik hiervan door de dieren en de inheemse bevolking. Anneke geniet volop hiervan. Het is nog steeds erg koud en de olifanten zoeken beschutting in de struiken en laten zich bijna niet zien. Onze gids weet veel over deze dieren te vertellen en wij genieten volop van deze grijze reuzen in de verte. So that it can balance the body and also the head is going to reach well on the ground. Yeah, okay. Oh. And then it's free. Is nou wild te zien. Het is een hartbeest, dat zijn een soort
grote, ja, soort kudu-achtig beest, een soort dikke reeën met stripjes over het lijf. Het is te ver om ze te filmen, maar het is een prachtig gezicht. Wandelen. Anneke is een boek aan het lezen en ik loop een beetje rond door het gebied waar we zitten. Ik ben benieuwd of er nog wat, of dat ik wat beesten kan vinden. In elk geval de vliegen die hebben mij gevonden. Ik heb er eentje op mijn neus zitten op dit moment. Achter mij staan een stel wilde beesten. Ze zijn geschrokken van mij, dus ze zijn er vandoor gegaan. Maar het zijn prachtige beesten om te zien. Vaak is het zo, waar wilde beesten zijn, zijn ook zebra's te vinden. Maar in dit geval moet ik zeggen, ik heb een zebra gezien. Dus we gaan verder met onze expeditie. De giraf die schrikt bijna net zoveel van mij dan ik van hem. Maar hij blijft stokstijf staan. Hij zal wel denken, als ik stil sta, denken ze dat ik een boom ben. In het bos voor mij zie ik nou een stel genoes, wilde beesten, een hele kudde. Ik weet niet of ik ze in beeld heb. Ze zijn vrij schuw, dus ze gaan dan ook als een haas maar door. Nou, kijken of ik ze zo meteen nog te pakken kan krijgen. Nou, het begint er al aardig op te lijken, maar we gaan pas barbecuen als de vlammen helemaal weg zijn. Dus dat je alleen nog maar verkoolde as overblijft. En dan barbecuen niet, dan braaien wij. Dat klopt, dan braaien wij. Op zo'n Zuid-Afrikaans. En dat gaan wij in Nederland ook introduceren. Nou, de vlammetjes zijn weg. Dus we kunnen zometeen het vlees op de rooster gooien. En zien wat het wordt. Het waait wel heel erg hard trouwens vanavond. Was de pink. We hebben een heerlijk bordje bruine rijst. Moet er wel vanaf. Wil je wat proeven of niet? Nee, dit is onze eerste braai. Dat nou, ziet er lekker uit. Rijst. Rijst, in ieder geval een hamburger. Oh, en een tomaten iets. Dat ziet er lekker uit. En dit is de eerste hap zelfgebraaide hamburger. Mmm. Het is onze laatste avond in het park. Morgen gaan we terug naar Pretoria en weer 3 dagen later naar huis. Wat hebben we genoten van de dieren en vooral ook van de rust en de prachtige natuur van het park. We zullen het kampvuur in de starre nacht zeker missen. Maar wie weet, komen we weer eens terug. Waar wou je nog meer? Geweldig. Dit is Afrika. De leeuw hijgen mee gemerkt. Nou ja, dat zal nog wel meevallen, denk ik.